Breda Nu. Je weet het meteen. Voor het tiende jaar is hier Robert-Jan Zeeveld weer Breda Live. Twee dagen lang volop feestgedruis van alles wat. Martijn Visser, de Venga Boys trainen hier bijvoorbeeld op. Maar we hebben ook Anouk gehad, Guus Meeuwis, Kensington. We sluiten al met hart wel. Voor ieder wat wils, wij feesten lekker met deze mensen mee. Staat u nou te genieten? Ja, zeker, heerlijk! Maar verstaat u nou wat hij zingt? Nee, helemaal niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Ze zijn ook op zoek naar een nieuwe andere Hazes, want die heeft afgemeld. Is het iets voor jou? Ja, ik kan niet zo heel goed zingen. Ik ben zelfs vroeger van een kinderkoor afgegooid. Oh jee. Ja, het is echt waar. Dat is wel zo dramatisch. Ja, het is zo dramatisch. Dus ik ga het ook niet voor de camera proberen eigenlijk. Nee. Kun jij een beetje zingen? Nou, hoe snel wil jij het terrein leeg hebben? Ja, dat weet ik niet. Je denkt dat het wel erg gaat worden? Ja, dan moet je mij laten afsluiten en loopt iedereen naar buiten. Leef! Als het er morgen niet bestaat. Leef! Nou, dat wordt helemaal niks. We zoeken iemand anders. Ja, hoe vinden jullie het hier? Ja, heel gezellig. Ja? Wat maakt het nou zo gezellig? De muziek. De verschillende muziek gewoon. En wat is nou je favoriet van deze dag? Ja, we zijn er pas net, maar dat tot nu toe deze. Ja, de verrassing. Wij komen voor de verrassing. Ja. Wie hoop je? Ik hoop eigenlijk nog een keer Guus. En wij zijn gewoon de leukste. De leukste van al deze mensen hier. Van al deze mensen zijn jullie de leukste. Ja, uiteraard. En waarom zijn jullie de leukste dan? Wij zijn gezellig, spontaan, sociaal, alles wat je maar wil. Jij staat helemaal vooraan, maar voor een bepaalde artiest. Ja, ik ben hier voor Kensington. Wij zijn net aangekomen en we vinden het nu al gezellig. En jullie staan nu al vooraan, joh. Ja, goed hè. Staan jullie voor een bepaalde artiest vooraan? Voor Kensington en Hartwell. Nou, Breda, eigenlijk een beetje je eigen stad. Ja. En dan sta je hier op de podium te presenteren. Hoe voelt dat nou? Ja, dit is gewoon een van de leukste dingen om te doen. En mijn theatertour zit erop. En dan sluiten we af met ongeveer het grootste feest van Breda. 12.000 mannen elke dag op bezoek. Ja, dat is gewoon een feestje. Als je nou niet moest presenteren, dan stond je wel vooraan. Dan stond ik nu Hollandse hits mee te blaren. Maar dan stond degene naast me waarschijnlijk wel zo. Ja, want ze zochten een vervanger. Had je zelf niet willen staan een uurtje? Nou ja, ik kan best wel wat dingen. Maar zingen kan ik absoluut niet. Dus ik denk dat Martijn Visser dat ontzettend goed aan het oplossen is nu. Wat vind je nou van dit festival? Ik vind het leuk. Ik vind het jammer dat we niet de echte André Hazes hebben. Ja. Maar verder is het wel lachen. Verder is het maar lachen. Het is niet de echte, hè? Nee, het is Martijn. Ja. Maar het is goede vangen. Goede vangen, ja. En als je nou vorig jaar een artiest zou mogen kiezen die optreedt, wie zou dat dan zijn? Mooi, dat is moeilijk. Ik denk, ik zou Robin Hazes nog wel een keertje willen zien. Ja, lijkt me wel leuk. Hoeveel bieren zijn al? Ik denk derde pas. Hoe vind je nou om op deze manier je verjaardag te vieren? Ja, het is gek. Weet je, ik zei altijd, ik geef gewoon een heel groot feest en er komen heel veel mensen. Die is over de hele wereld gereisd en ik kom ieder jaar speciaal voor Breda Live naar Breda. Ja. Want zij gelooft in mij, zij ziet toekomst in ons allebei. Uw vrouw schuilt zich achter u. Nee, is mijn vrouw niet. Oh, nee, is mijn vrouw helemaal niet. Nee. Oh, sorry. Is dat uw vrouw? Ja. Oh. Jongens uit Amsterdam en omstreken, kom naar Breda, daar is het echt feest. Niet alleen in carnaval, altijd. Breda Nu. Je weet het meteen.